Ja hoor, er is weer iets nieuws in Brawl Stars. En elke keer als er weer iets nieuws is, ben ik weer hyped. Ook al is het gewoon een klein dingetje. Want vandaag is de nieuwe sterkracht van Colette gereleased. Als jullie de video van gisteren hebben gezien, dan wisten jullie dat al. De nieuwe sterkracht houdt in dat je gewoon een extra schild om je heen krijgt. En iedereen die je tijdens je super raakt, krijg je nog 10% schild extra. Dus stel je raakt 4 mensen, krijg je gewoon in totaal 50%. Want je hebt sowieso 10 en voor elke persoon die je raakt, krijg je 10 extra. Dan heb je gewoon 50% shield. Dat is niet normaal. En dat voor 5 seconden lang. Maar om die sterkracht te krijgen, moeten we natuurlijk doos gaan openen. Want ik heb hem momenteel niet in de store. En laat het nou eens toevallig een hele sappige aanbieding zitten in de store. Dat is 360 edelstenen, 8800 coins. Bizar veel. En 5 megadozen. In Zena, hij kost ook 22 euro, maar ik ga hem gewoon kopen. Coins kan ik gebruiken voor natuurlijk eventueel zilver en gouden skins die eraan zitten te komen in de toekomst. Dus dat is chill. En edelstenen zijn altijd handig. Dan kan ik eventueel als er weer een nieuwe skin vrijkomt, kan ik die meteen halen. Of als ik een keer tokenverdubbelaars extra wil hebben, kan ik die ook halen. Maar voorlopig heb ik nog wel goed genoeg tokenverdubbelaars. Maar hoe dan ook, dit wordt een live video. We kopen deze aanbieding. Als ik de nieuwe sterkracht niet krijg uit die aanbieding, ga ik gewoon in de Brawl Pass allemaal beloningen openen. Want hier hebben we natuurlijk ook nog heel veel beloningen vrijstaan. Dan gaan we daar gewoon een lekker doos openen. Maar als jullie er zin in hebben, smash dat duimpje omhoog. 4000 likes zou heel nice zijn als het gaat lukken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf je op de hoogte van al mijn Brawl Stars video's. En dan check Bowser mijn kleding. Link staat in de beschrijving. Of ga naar www.bows.nl. Dan kan je mooie t-shirts, truien kopen. Voor in de winter of voor in de zomer. Voor volgend jaar alvast. Maar nu komt er natuurlijk winter aan. Maar laten we deze aanbieding maar gaan kopen. Oh, dit is toch wel heel lekker. En trouwens, ik ondersteun mijzelf al met de code Bouts. Wil je mij ook af en toe helpen? Voor jullie is het gewoon gratis om mij te helpen. Dan moet je gewoon even de code Bouts invullen. En dan krijg ik een kleine percentage. Volgens mij is het echt maar 2 of 3% wat ik krijg. Maar ja, weet je, het is toch leuk meegenomen. Maar we gaan gewoon lekker die doos openen. Eens kijken of we iets gaan krijgen. We hebben nu 2 gehad, nog niks. 3 megadoos gehad, nog geen sterrenkracht. Dit wordt de 4e. En wel resterende item, maar geen sterrenkracht. Dit is tokenverdubbelaar. Op zich ook prima. Wordt dit de laatste van de aanbieding? En anders heb ik gewoon, ja, dan heb ik alsnog edelstenen erbij gekregen. Maar helaas geen sterrenkracht. En dat is trouwens ook de reden waarom ik dit soort aanbiedingen koop. Want deze aanbieding kostte 22 euro. En je kreeg gewoon 360 edelstenen erbij. Plus alle coins en megadozen. Dus als ik normaal een keertje 22 euro zou uitgeven aan edelstenen, krijg ik alleen edelstenen. Voor de rest niks. En daarom koop ik dit soort aanbiedingen. Omdat ik die edelstenen toch wel een keertje nodig heb. Ik heb er nu 620. Maar als er een keer iets komt in de store, dan kan ik het meteen kopen. En daarom is het voor mij ideaal, dit soort aanbiedingen. En trouwens, als je mij wil steunen, dan moet je helemaal naar rechts scrollen. Dan kan je daar Bouts invullen. Voor degene die dat nog niet wist. Maar helaas, de nieuwe sterkracht nog niet gekregen. Dan gaan we gewoon lekker door met doos openen. En dat gaan we gewoon hier doen. Eens kijken, knokdoos. Nope. Zul je zien dat ik echt mega veel dozen nodig heb om hem dan eindelijk te krijgen. Ik vind het eigenlijk wel zonde om hier dozen voor te moeten openen. Het liefst bewaar ik al deze dozen voor het geval dat er weer een keertje een nieuwe knokker uitkomt. Zodat we dan in één keer vet veel dozen kunnen openen. En dat ik dan meteen een nieuwe knokker krijg. Maar ja, weet je, is niet anders. Want die dozen, zeg maar, als ik ze nu allemaal bewaar dit seizoen, die kan je dan alsnog volgend seizoen openen. Dan druk je op volgend seizoen en dan kan je ze hier, zeg maar, openen op die manier. Maar ja, als ik die nieuwe sterkracht niet krijg, moet ik maar doorgaan met het openen van dozen. Kom op! Geef me die sterkracht eens! Nog een grote doos. Ondertussen heb ik denk ik echt al, nou, normaal kost 1 grote doos, oh nee, 1 megadoos 80 edelstenen, een grote doos 30 edelstenen. Ik denk als ik alles bij elkaar optel wat ik nu aan dozen al heb geopend, dan kom je echt op een behoorlijk bedrag uit. Dus echt niet normaal. Kom op, geef deze jongen een keertje iets. Nee, knokdoos niet. Oh, dit is echt ernstig. Knokdoos, ja, ik ga er sowieso niet van uit. Zou natuurlijk wel kunnen. Zo heel moeilijk is het toch niet om een sterrenkracht te krijgen? Zou je denken? Zou je denken? Ja, oké, 10 edelstenen. Tijd mooi meegenomen. Nope. Megadoos nummer 1000. Nee, weer niet. Oh, ja. Oh, dat is niet normaal. Oké, nog een grote doos. Nee, weer niet. Grote doos. Nee, weer niet. We krijgen even wat coins erbij. Nog een megadoos. Kom op. Nee, joh. Nee. Echt, straks heb ik al mijn rewards hier opgemaakt. Dit is echt niet normaal. Hoeveel, zeg maar. Oh, wacht. Dit wou ik niet. Ik denk dat ik nu al ongeveer 50 euro aan dozen heb geopend. Ik denk dat ik nu rond de 10 megadozen zit. En grote dozen. Alles bij elkaar. Ja, 100%. Dat is niet normaal. En nog steeds niet die nieuwe sterrenkracht. Oh ja, wat is dit? Hoezo?
zo. Ik had echt verwacht eigenlijk dat ik hem gewoon uit die aanbieding al zou krijgen. Dat ik gewoon bam, die nieuwe sterkkracht daaruit zou krijgen. En dat het verder niet zoveel werk zou kosten. Oh, nu begin ik wel een beetje te knijpen. We hebben nog grote doos, knokdoos, megadoos, grote doos, knokdoos, grote doos. Ah, we hebben nog best wel wat dozen te gaan. Het zou toch niet zo kunnen zijn dat ik hem gewoon uit al deze rewards niet weet te krijgen. Dat kan toch niet zo zijn. Bro, eindelijk. Oh. Oké, ik heb denk ik ongeveer voor 60 euro, 70 euro uit doos geopend. Ik heb hem eindelijk. Oh, dit was zo ernstig. Oh. Maar ja, beter laat dan nooit, hè, zeg ik maar. Oh, kijk dan, ik ben nu helemaal bij 55. Ik weet niet waar ik precies... Oh, hier heb ik trouwens nog iets. Ah, nee, die bewaar ik dan. Maar ik was echt ergens hier of zo. Ik weet niet precies waar ik was, maar... Ik heb zo belachelijk veel dozen moeten openen. Dan hebben we niet heel veel dozen meer over. Dat is wel een beetje jammer. Maar ja, ik heb wel de nieuwe sterkracht. En daar ging het mij om. Wat zullen we doen? We kunnen wel eerst even een... Ja, het is leuker om denk ik even in teamplay dit te testen. Want dat je meerdere spelers tegelijk kan hitten. We doen gewoon even een potje knokbal. Want die super is namelijk heel goed op het moment dat je meer spelers zit. Want dan werkt die shield beter, zeg maar. We moeten ook tegen andere Colette. El Primo... Eens kijken of dit gaat. Die Colette is daar al bijna dood. Ik wil even mijn super hebben. Oké, hier even mijn super. En nu heb ik dus een shield. En daardoor krijg ik dus minder damage tegen. En, oh, dat scheelt. Oké, jammer. Ik wou net zeggen, wat doet die... Nee, wat? Ik haat dit zoals mensen... Die moord is al van het ene op het andere moment. Oh, yo. Ik dacht, ik blijf staan. Ik ga mijn super niet inzetten, want misschien heb ik de bal. Ging net niet goed. Hoezo ging die moord er in één keer niet meer achter zitten? Dat is zo irritant. Dat is heel irritant. Oké. Yo, ik ga nu dood. Iedereen is dood. Oké, dit waren echt hele slechte teammates. Ik speelde zelf ook niet al te best. Maar ja, op deze manier gaat het wel heel moeilijk worden om een win te halen. Oké, ik heb de sterkracht ook nog niet echt lekker kunnen testen. We proberen het nog één keertje en anders doen we even een andere game mode. Dat kan natuurlijk ook nog altijd. Maar ja, als je nu gewoon een speler hebt die er gewoon achter zit, dat scheelt ook. En El Primo en een Spike, dat zijn al veel lekkere teammates. Mortis, op de een of andere manier vind ik niet eens zo heel chill om met die te spelen. Oh, lol. Zit ze er wel achter? Oh, die Colette, die gaat daar even zijn super verprutsen. En dat was hem al. Goed gespeeld van El Primo, die gooide die daar wel zo over zich heen. Kijk, dit lijkt er al meer op. Dit lijkt er al meer op. Oké, hier even uitkijken. En dan hier even een hit. Die gadget doet een percentage van HP. En was dat hem al? Dat was hem nog niet. Ik wil weer even mijn super hebben trouwens. Oké, die heb ik nu. Die zet ik hierin. Oh, yo, nu heb ik ziekelijk veel shield. Je kijkt dan. Ik krijg bijna geen damage tegen. Dit is echt ziek. Oh, dit was zo nice. Ik own iedereen daar. Oh, dat is jammer. Oké, maar we kunnen alsnog scoren. Ziek gespeeld. Zieke super. Ik kreeg maar 300 damage tegen of zo van die meneer P. Oh, hij is ook trouwens ook niet heel low level. Hoezo worden wij tegen hun ingedeeld? Ze zijn veel lager qua trofeeën. En dan zijn ze ook nog gewoon veel lager qua krachtlevel. Nou ja, maakt mij niet uit. Wij hebben nu daardoor gewonnen en dat is wel chill. Ziek nice. Oké, dit kan echt een sterke kracht worden die heel goed werkt. We kunnen trouwens nog even een potje spelen. Ga ik kijken of ik de 25.000 trofeeën kan halen. Oh nee, de 24.500, zo moet ik het zeggen. Mijn doel was voor dit seizoen de 24.000 te halen. Ik zit nu op de 24.500. Dus ik heb 500 trofeeën over mijn doel heen gepusht. Volgend seizoen ga ik kijken of ik de 25.000 weer kan halen. Dat is mijn doel voor volgend seizoen. Denk eigenlijk wel dat dat moet lukken. Ga ik vanuit. Oké. We moeten hier even uitkijken. Even mijn gadget erbij. Boom, hoppa. Kijk, dat is zo chill aan die gadget. Dan kan je een keertje iemand afmaken. Hoppa, Dynamite wel uitkijken. Ik wou net zeggen. Goed gespeeld. Hey, die Dynamite die gebruikt Dynajump wel echt goed, man. Ja, er zijn weinig mensen die Dynajump heel goed gebruiken. Maar ik heb een super, dus die kan ik eventueel inzetten. Je kan zo'n super... was niet nodig. Ja, je kan zo'n super ook gebruiken om natuurlijk zo'n shot van Dynamite eventueel te ontwijken. Oké, die Dynamite heeft zijn super. Of nee, die heeft zijn gadget aangezet. Dan moet ik eigenlijk in de buurt blijven, want op het moment dat hij zijn gadget op iemand gooit, dan moet ik zorgen dat ik erbij ben. Weet je wat? Ik lok die Dynamite wel een beetje hierheen. Kom maar hierheen. Ja, oké, die Mortis komt er. Oh, er zat de Mortis. Die is wel wat gevaarlijker dan die Dynamite. Ik heb nog steeds mijn super trouwens. Er zijn ook trouwens nog steeds 5 teams. Hoezo zijn er nog steeds 5 teams? Slaat toch nergens op.
De gadget van Dynamite is trouwens ondertussen al weg. Ja, die moordje zit daar. Dat dacht ik al. Ja. Oh, jammer. Ik dacht heel even... Oh. Ik kan mijn gadget inzetten. Ik hoopte dat ik die gil kon hebben. Nou, dat was dus niet het geval. Nu kan ik hem alsnog hebben. Hier even uitkijken. Oké, ik heb mijn super weer, dus dat is chill. We zijn nog steeds met... Oh, we zijn nu met 4 teams. Ik wou net zeggen dat we nog steeds met 5 teams waren. Dat slaat helemaal nergens op. Ik ga even die Dyna pushen. Even kijken of we die kunnen hebben. Even... Oké, ik heb in ieder geval even shield. En... Oh, no. We zijn in ieder geval derde, dus we gaan niet meer omlaag. Oké, dit gaat niet meer worden. Want we krijgen geen mid-trofee omdat we derde zijn. Maar ja, ik denk dat deze sterrenkracht toch wel een stuk beter is in 3 versus 3 game modus. Dan doen we nog even... Ja, ik wil eigenlijk even die 24.500 halen. Noem even een potje gevarenzone. Gevarenzone vind ik de laatste tijd echt leuk. Ik weet niet, eerst speelde ik nooit echt veel gevarenzone. Laatste tijd speel ik het echt veel. Het pusht gewoon lekker snel. En dat vind ik wel heel relaxed. Speel een Spike... Colt. Hoezo kwam ik niet op zijn naam? Oké, hier even gadget. Hoppa. Die gadget OP. En nu kan ik hem super inzetten. En dan heb ik in ieder geval iets shield. Hoppa. Lekker. We gaan weer als een raket. Ik wou net zeggen, daar zitten ze nu waarschijnlijk. Even hier gewoon de hele tijd irritant doen. Zolang wij hier de boel hebben... Kijk, zolang die ze daar zo blijven staan, is het helemaal prima. Want wij hebben het hier onder controle. En als die Colt daar zo het wint... moet hier even uitkijken. Even hier. Ja, top. Dat scheelt. Ik zal... Ja, oh, mijn super is niet eens nodig. Wat een easy game is dit dan? Lol, ik zal hier nog even helpen. Ik zal mijn super inzetten. Is niet eens nodig, maar dan hebben we hem wel. Easy. Kijk, daarom vind ik gevarenzone soms heel chill spelen. Als je af en toe goede teammates hebt, het speelt zo makkelijk dan. En dan ga je gewoon zo makkelijk victories halen. Dat push je echt heel snel. En dat is denk ik... Ik denk dat ik dit seizoen het meest heb gepusht in gevarenzone. Dat is serieus geen grap. Dat is echt waar. Het gaat echt veel chiller als gedacht. Maar een nieuwe sterkracht. OP in 3 vs 3 game modus. In showdown is hij wat minder goed. Omdat je daar gewoon minder vaak meerdere mensen tegelijk kan raken. Maar ook in showdown kan je hem ook goed gebruiken. Maar hoe dan ook. Zieke sterkracht. Beter als die andere. Want met die andere sterkracht push je iemand naar achteren. Kan anders zijn als je iemand gif induwt. Maar heel vaak. Ja, of als verdediging. Maar heel vaak vind ik dat ook niet eens zo heel chill. Ik denk dat ik deze meer ga gebruiken dan die andere sterkracht. Maar dat was het voor deze video. Bedankt voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later baas. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!